Goedemorgen allemaal. Vandaag neem ik de Instagram stories van het Winterzwijm over. Ik begin zo meteen met mijn les, maar jullie kunnen hier alvast vragen stellen en dan ga ik ze antwoorden. Ik heb voor Winterzwijm gekozen omdat ik de school heel leuk vond en de sfeer heel fijn vond. En Zwolle ook een hele leuke stad is. En ik heb niet voor het Saxion gekozen omdat ik ook graag iets verder weg wilde, want ik wilde graag op kamers. Het is natuurlijk wel heel anders nu zo studeren met corona, maar ik heb nog geen leerachterstand opgelopen door gemiste stages. Want we hebben dit eerste jaar hebben wij geen stages, daar hebben we alleen maar theorielessen met daarin tussen een beetje praktijk, zoals bijvoorbeeld bij audiovisueel of bij grafisch. Dit is wel een hele leuke vraag, maar op het moment loop ik niet op schema met mijn studiepunten. Ik zou er nu 30 moeten hebben, want de helft van het jaar is geweest, maar deze heb ik nog niet. Maar dit komt door wat persoonlijke omstandigheden. Dus ik moet nog wat tentamens inhalen en dan hoop ik dat ik op 30. Hopelijk heb ik jullie zo genoeg geïnformeerd. Zo niet, stuur me gerust een berichtje op mijn eigen Instagram-account. En dan wens ik jullie nog een hele fijne avond.